Wij staan hier in Appingedam, de Galgenweersterweg. Wat is hier aan de hand? Nou, wij kregen vanmorgen om even na 8 uur kregen we een melding van een schuurbrand aan de Galgenweersterweg in Appingedam inderdaad. Ter plaatse bleek het te gaan om een forse uitslaande brand in een schuur waar stro in ligt opgeslagen. En die brand die had zich op dat moment al redelijk ontwikkeld. Voor ons is reden om met flink veel materieel deze kant op te gaan. Ja, het gaat om een schuur met hooi. Hoe is de brand ontstaan? Ja, bij dit soort type branden ben je geneigd om dat te denken aan hooibroei. Dat zou ook in dit geval zeker zo kunnen zijn, maar volledige zekerheid kan ik daar op dit moment nog niet over geven. Maar broei ligt dus wel voor de hand om daar vanuit te gaan. Wie heeft de brand ontdekt? Voor zover ik weet is de brand ontdekt door de eigenaren. Zoals je achter mij ziet is er een woonhuis wat aan de schuur vastzit. Zij hebben de brand ontdekt en gelukkig hebben we wel ook mede dankzij de windrichting kunnen voorkomen dat ook het huis bij de brand betrokken zou raken. Bovendien staan er nog twee andere schuren op dit terrein. Een schuur met pluimvee en een schuur waar graan ligt opgeslagen. En ook daar hebben we gelukkig kunnen voorkomen dat die betrokken raakte bij de brand. Nou zou je best wel midden in de polder. Is dat nog een probleem geweest voor je met de watervoorziening? Ja, absoluut. In dit soort afgelegen gebieden is waterwinning zeker een probleem voor ons. Je hebt hier niet de beschikking over brandkraan. Dat betekent dat we in eerste instantie met eigen water moeten doen. En daarnaast is ook het grootwatertransport voor deze brand aangelegd. Die het water haalt uit een nabijgelegen sloot. Ik zie ook een oranje lint. Is er asbest bij vrijgekomen? Ja, dat klopt. Op de schuur die in brand heeft gestaan lagen platen asbest. Die zijn dus bij de brand daarbij betrokken geraakt. Geluk bij een ongeluk in dit geval dat er weinig woningen hier in de omgeving zijn. Dus er zijn weinig mensen die daar last van hebben. Maar alsnog zal er in een later stadium moeten worden gekeken hoe die asbestresten kunnen worden opgeruimd. De eigenaren, die kunnen wel gewoon terug naar hun woning? Dat zal we op een later moment moeten bekijken. Volgens nog is het woonhuis gelukkig niet betrokken geraakt. En dus ik ga ervan uit dat zij gewoon weer terug kunnen straks naar hun huis. De rook wordt er nu een stuk minder. Is zijn brandmeester al gegeven? Nee, het zijn brandmeester is nog niet gegeven, ondanks dat de brand op zich wel zich niet meer kan uitbreiden. Dus ik verwacht dat wel elk moment. Maar we zullen nog wel enige tijd bezig zijn om het resterende hooi uit de schuur te rijden en om dat na te blussen.